door de Est. En Roda daardoor op een 2-0 voorsprong en mag het eigenlijk niet meer weggeven. Bodnar, het duel met Kolka. Bodnar is woedend en dan ontstaat er een heuse vechtpartij. Bodnar en Kolka gaan helemaal door het lint. Iedereen gaat zich ermee bemoeien. Die Kolka te lijf gaat. En dan zit er voor Liesveld niks anders op dan Bodnar rood te geven. En dan moet Bodnar er dus ook vanaf. Is het weer 10 tegen 10. Na eerder al de rode kaart voor Saavedra. En krijgt Kolka nog geel. Bodnar er dus vanaf. Hij staat in de belangstelling van Salzburg. Maar dit zal zijn marktwaarde niet echt verhogen.